dit filmpje gaat over het oplossen van eerste graadsvergelijkingen. Jullie hebben dit onderwerp al bekeken in de eerste graad. We gaan hier nu verder mee aan de slag. Wat zijn een gelijkheid en een vergelijking? Een gelijkheid, daarbij hebben we twee gelijkwaardige uitdrukkingen. Bijvoorbeeld, 12 maal 5 staat in het linkerlid. Als ik dat uitreken, krijg ik 60. 50 plus 10 staat in het rechterlid. Ook als ik dat uitreken, krijg ik 60. Het is allebei gelijk aan elkaar, dus ik mag daartussen een gelijkheidsteken zetten. Bij een vergelijking hebben we ook een gelijkheid, maar zal er een onbekend getal voorkomen. Hiervoor gebruiken we meestal x. Dit mag ook een andere letter zijn, maar wordt iets minder vaak gebruikt. Een voorbeeld. 3x plus 6 staat in het linkerlid. In het rechterlid staat min 2x plus 14. Men heeft er een gelijkheidsteken tussen geplaatst, dus dit moet wel degelijk een gelijkheid zijn. Bij het oplossen van een vergelijking ga ik eigenlijk op zoek naar het getal dat als ik dat op de plaats van x invul, dat ik een gelijkheid krijg. Als ik x min 8 is 15 heb, zoek ik dus het getal zodanig dat dit getal min 8 gelijk is aan 15. Als ik even op zoek ga, even goed nadenk, dan vind ik dat x 23 moet zijn. Want 23 min 8 is wel degelijk gelijk aan 15. 23 is dus de oplossing van deze vergelijking. De oplossingenverzameling van een vergelijking, daarin noteren we alle oplossingen van de vergelijking. Opnieuw een voorbeeld. X min 2 is gelijk aan 7. Als ik weer even ga zoeken, vind ik dat we 9 kunnen invullen op de plaats van x. Want 9 min 2 is gelijk aan 7. 9 is dus de oplossing van de vergelijking en noteer ik als volgt in een oplossingenverzameling. V staat dus voor oplossingenverzameling en we noteren het gevonden getal tussen twee accolades. In de eerste graad zijn we voornamelijk aan de slag gegaan met de balansmethode. Balans is een ander woord voor weegschaal. En we proberen ervoor te zorgen dat die weegschaal of balans telkens in evenwicht is. In dit geval 1 kilogram appels is wel degelijk even zwaar als 1 kilogram watermeloen. Onze weegschaal is dus netjes in evenwicht. Als ik wat ga opeten van de watermeloen en ik heb aan de rechterkant plots nog maar 350 gram, dan zien we dat de weegschaal niet meer in evenwicht is. Evengoed, als ik aan de rechterkant meer zou leggen, 2 kilogram watermeloen, zal die weegschaal ook niet in evenwicht zijn. We zullen dus een manier zoeken om telkens de weegschaal in evenwicht te behouden. In dit geval heb ik de appels en de watermeloen gewoon van plaats verwisseld. Het gewicht van beide blijft hetzelfde, dan is de weegschaal wel nog steeds in evenwicht. We kunnen dit ook doen in de wiskunde. Ik heb hier als vergelijking 4x plus 6 is gelijk aan 2 min 5x. Het gelijkheidsteken wil zeggen dat mijn weegschaal in evenwicht is. 4x plus 6 staat in het linkerlid, 2 min 5x in het rechterlid. Als ik die 2 nu volledig van plaats zou wisselen, dan zal mijn weegschaal nog steeds in evenwicht blijven. Net zoals we zagen bij de watermeloen en de appels, daar kon ik die ook van kant veranderen. Als ik die twee leden volledig van lid verander, dan zullen er ook geen veranderingen zijn bij de tekens. Alles blijft exact zoals het was. Ik ga die balansmethode opnieuw gebruiken om x te berekenen. Ik zou graag x als enige overhouden in één van mijn twee leden, in dit geval in het linkerlid. Dat wil dus zeggen dat ik die plus 3 wil kwijtspelen in het linkerlid. A, als ik hier in het linkerlid min 3 ga doen, plus 3 min 3 is 0, dus dat valt gewoon weg.
Wij hebben gezien, ik wil de weegschaal in evenwicht houden. Als ik hier 3 er ga afnemen, dan moet ik in het rechterlid ook 3 wegdoen, zodanig dat de weegschaal in evenwicht blijft. Dan krijg ik dus het volgende. X plus 3 is gelijk aan 5. Als en slechts als x plus 3 min 3 gelijk is aan 5 min 3. Jullie hebben het gehoord, die dubbele pijl lezen we als als en slechts als. Dat wil zeggen dat de twee vergelijkingen gelijkwaardig zijn met elkaar. Als de eerste vergelijking waar is, is de tweede vergelijking ook waar. Maar omgekeerd geldt dit ook. Als de tweede vergelijking waar is, is ook de eerste gelijkheid waar. Plus 3 min 3 mag ik schrappen. Die vallen weg ten opzichte van elkaar, want zijn samen 0. Dus ik houd enkel nog x is 5 min 3 over. Dan vinden we dus x is gelijk aan 2. Als ik die 2 ga invullen in de eerste vergelijking op de plaats van x, krijg ik 2 plus 3. En dat is wel degelijk gelijk aan 5. 2 is dus een oplossing van deze vergelijking. Nu zou ik dit graag korter gaan noteren. We gaan van onze balansmethode overgaan naar de overbrengingsregels. Dit is een verkorte notatie. Ik zou graag die tweede stap hier kwijt willen. Als ik meteen van de eerste stap naar de derde stap ga, zie ik dat plus 3 van lid is veranderd. Nu mag ik dit niet zomaar doen. We zien als we onze balansmethode hebben toegepast dat er enkel nog min 3 gaat staan in het rechterlid, niet plus 3. Dat wil dus zeggen dat we het tegengestelde hebben genomen. Dus met andere woorden, de optelling wordt een aftrekking. Bij de overbrengingsregels ga ik dus meteen van x plus 3 is 5 overgaan naar x is gelijk aan 5 min 3. We nemen het tegengestelde. Ook hier vind ik x is gelijk aan 2. Tweede voorbeeld. Min 14 is gelijk aan x min 9. Ik wil opnieuw x berekenen, dus ik wil x als enige in een van de leden overhouden. In dit geval staat x in het rechterlid, dus wil ik ervoor zorgen dat die min 9 rechts verdwijnt. Opnieuw kan ik dit doen door min 9 plus 9 te doen. We nemen het tegengestelde en min 9 plus 9 vormt samen 0. Als ik in het rechterlid plus 9 doe en ik wil dat de weegschaal in balans blijft, moet ik ook in het linkerlid plus 9 doen. Min 9 plus 9, we hebben het net al gezegd, wordt samen 0, dus we kunnen die gaan schrappen, zodanig dat we enkel nog min 14 plus 9 is gelijk aan x overhouden. Als ik min 14 plus 9 verder uitreken, krijgen we min 5 is gelijk aan x. We controleren weer of dat dit klopt. Ik vul min 5 in op de plaats van x, zodanig dat ik min 5 min 9 krijg. En dat is wel degelijk gelijk aan min 14. Ook hier kunnen we van die balansmethode overgaan naar de overbrengingsregels, de verkorte notatie. Als ik een getal wissel van lid, dus ik heb min 9 naar het linkerlid overgebracht, en we zagen als we de tweede stap weglaten dat dit plus 9 werd. We nemen dus het tegengestelde, of met andere woorden, een aftrekking wordt een optelling. We laten dus hier die tweede stap weg en we brengen min 9 meteen over naar het linkerlid. Min 9 wordt plus 9. En we vinden dat min 5 gelijk is aan x. Hetzelfde voor vermenigvuldigen en delen. Ook daar hebben we vorig jaar de balansmethode geleerd. We gaan nu overgaan naar de overbrengingsregels. Min 5x is gelijk aan 125. Jullie hebben in de eerste graad geleerd dat er tussen min 5 en x eigenlijk een maalteken staat, maar we hoeven dit niet te schrijven. Als ik in het linkerlid enkel x wil overhouden,
Dan ga ik min 5 moeten delen door min 5. Want min 5 gedeeld door min 5 vormt samen 1x. En dan mogen we gewoon noteren als x. Als ik in het linkerlid deel door min 5, moet ik in het rechterlid ook delen door min 5. Zo. We zeiden het net al, min 5 gedeeld door min 5 mag x schrappen. Dan houd ik nog 1x over. Of 1x mag ik kortweg noteren als x. X is dus gelijk aan 125 gedeeld door min 5. 125 gedeeld door min 5 is min 25. We controleren even of dit klopt. Ik vul in de opgave x, ga ik daar vervangen door min 25. Dan krijgen we min 5 maal min 25. En dat is wel degelijk gelijk aan 125. We gaan van de balansmethode opnieuw over naar de overbrengingsregels, dus opnieuw de verkorte notatie. Als ik van de eerste stap meteen naar de derde stap wil gaan, dan zien we dat die min 5 maal x, dus de vermenigvuldiging, plots overgaat naar een deling. We nemen het omgekeerde. De vermenigvuldiging wordt dus een deling bij het wisselen van dit. Min 5x is 125. In de toekomst gaan we meteen van dit veranderen. Wordt gedeeld door min 5. Dus x is min 25. Vierde voorbeeld. 12 is 1 derde x. 1 derde x kan ik anders noteren als 12 is gelijk aan x gedeeld door 3. Als ik die gedeeld door 3 wil wegwerken, zodanig dat ik enkel nog x overhoud, ga ik maal 3 toevoegen in het rechterlid. Als ik dat in het rechterlid doe, moet ik het uiteraard ook weer in het linkerlid doen. Maal 3, dat is het omgekeerde van 1 derde. Deze 2 kunnen we weer schrappen, want x gedeeld door 3 maal 3 wordt 1x. 1x is hetzelfde als x, dus ik krijg 12 maal 3 is gelijk aan x. Met andere woorden, 36 is x. Als ik 36 invul in de eerste vergelijking, 1 derde maal 36, of met andere woorden, 36 gedeeld door 3 is wel degelijk gelijk aan 12. Dus dit is de oplossing van de vergelijking. Ook hier wil ik graag de verkorte notatie via de overbrengingsregels gaan bekijken. Als ik kijk, ik ga van de eerste stap meteen naar deze stap, gedeeld door 3, overbrengen naar het andere lid, wordt maal 3. De deling wordt een vermenigvuldiging, met andere woorden, we nemen het omgekeerde. We zullen merken dat dit dus korter kan dan bij de balansmethode. 12 is gelijk aan x gedeeld door 3. Gedeeld door 3 van lid veranderen wordt nu maal 3. Dus 36 is gelijk aan x. We gaan enkele voorbeelden bekijken waarbij we de overbrengingsregels zullen toepassen en van waaruit we een stappenplan voor het oplossen van vergelijkingen zullen opstellen. Opnieuw, dit is eigenlijk herhaling eerste graad. Wat wil dat zeggen? In principe kunnen jullie zelf deze oefeningen al oplossen. Jullie zouden hier dus op pauze kunnen duwen en de oefening zelf kunnen maken. Daarna kan je verbeteren met de oplossing die van mij verschijnt op jullie scherm. 3x plus 8 is gelijk aan 9x min 12 min 2x. Ik wil een oplossing zoeken voor x en daarvoor ga ik eerst alle termen met x in het ene lid zetten en alle termen zonder x in het andere lid. Of je nu de termen met x links zet of rechts, dat maakt niet uit. Dat is volledig eigen keuze. Ik heb er in dit geval voor gekozen om alles naar het linkerlid te brengen. Let wel op, ik mag niet zomaar van lid veranderen. We hebben bij de verkorte notatie gezien, een optelling wordt een aftrekking bij het veranderen van lid, een aftrekking wordt een optelling. In dit geval, 9x van lid veranderen wordt min 9x,
min 2x naar het andere lid brengen wordt plus 2x. Plus 8 naar het andere lid brengen wordt min 8. Let er ook op, we noteren telkens die dubbele pijl als en slechts als. We gaan beide leden nu zo ver mogelijk uitrekenen. In het linkerlid wordt dat min 4x en in het rechterlid min 12 min 8 is min 20. We hebben nu nog een factor bij x staan. Daar staat min 4 maal x. Ik wil die min 4 maal ook van lid veranderen. We hebben zo net bekeken dat een vermenigvuldiging dan een deling wordt. Dus x is gelijk aan min 20 gedeeld door min 4. Let goed op, we delen door min 4. Het toestandsteken blijft behouden. De vermenigvuldiging wordt gewoon een deling. Min 20 gedeeld door min 4, dan krijgen we dat x gelijk is aan 5, als ik dit verder uitreken. Tot slot noteren we bij elke oefening ook een oplossingenverzameling. Goed, tweede voorbeeld. Jullie kunnen ook hier even de pauzeknop induwen en zelf proberen. Jullie zien hier al meteen dat er hier ook haakjes staan. Het is dus een iets uitgebreidere oefening dan daarnet. Om aan deze oefening te starten, zullen we eerst die haakjes moeten wegwerken. We hebben in het verleden twee manieren gezien om met haakjes aan de slag te gaan, ofwel de distributiviteit, ofwel de tekenregel. In deze eerste situatie zien we 5 en dan een haakje. Dat wil dus zeggen dat hier eigenlijk ook weer een maal staat tussen 5 en dit haakje. Dat wil zeggen dat we de distributiviteit gaan moeten toepassen. Dus we gaan 5 moeten vermenigvuldigen met 3x. En 5 vermenigvuldigen met min 6. Bij de tweede situatie staat er geen maalteken tussen 9 en het haakje, maar een min. We gaan hier dus geen distributieve eigenschap moeten toepassen, maar de tekenregel. Als er een min voor de haakje staat, moeten we elke term die tussen de haakjes staat van teken veranderen. Dus 5 maal 3x wordt 15x. 5 maal min 6 wordt min 30. Deze 9 schrijven we gewoon over. Er staat een min voor de haakjes, dus 8 wordt min 8 plus 2x. Wordt min 2x. We zitten in dezelfde situatie als daarnet. We willen alle termen met x in het ene lid, alle termen zonder x in het andere lid. Ook hier ga ik telkens als ik van lid verander het tegengestelde moeten nemen. 15x plus 2x wordt dan 17x als ik dat verder uitreken. 9 min 8 plus 30 wordt 31. Ook hier gaan we de factor die bij x staat weer van lid moeten veranderen. 17 maal x, als ik dat van lid verander, wordt dat gedeeld door 17. Ook hier moeten we weer kijken of ik dit nog verder kan uitwerken of kan vereenvoudigen. 31 gedeeld door 17 kan ik niet meer vereenvoudigen, dus dat is mijn oplossing van de vergelijking. Ik noteer dit nog in een oplossingenverzameling. Derde voorbeeld. Ik heb nu geen breuken, maar geen haakjes wil ik zeggen, maar wel breuken. Jullie kunnen opnieuw de pauzeknop induwen en even zelf proberen. Ik heb de indruk dat jullie breuken meestal niet zo fijn vinden om mee te rekenen. Goed nieuws, we gaan die breuken dan ook proberen weg te werken. We gaan die doen door alle termen in die vergelijking gelijknamig te maken. Ook de termen die niet als een breuk geschreven staan, gaan we ook gelijknamig maken. Ik ga kijken naar de noemers en ik ga op zoek naar het kleinste gemeenschappelijke veelvoud. In dit geval het kleinste gemeenschappelijke veelvoud van 2, 9 en 3 is 18.
Ik kan die noemers dus al noteren voor elke breuk die voorkomt, maar ook voor elke term die niet als een breuk geschreven staat. Dat is heel belangrijk. Als ik van 2 naar 18 ga, moet ik maal 9 doen. Dat wil zeggen, x maal 9 is 9x. Om van 9 naar 18 te gaan, doe ik ook maal 2. Dus 2 maal 2 is 4. Van 3 naar 18 is maal 6. 4x maal 6 wordt 24x. Bij die min 4 staat er eigenlijk een noemer 1, die we niet hoeven te schrijven. Van 1 naar 18 doen we maal 18. Min 4 maal 18 is min 72. Van zodra alles op een gelijke noemer staat, kunnen we die noemers gaan schrappen. Ik houd dus enkel over wat in de teller staat. 9x min 4 is dan gelijk aan 24x min 72. En vanaf hier kennen we het al. Ik ga alles met x in het ene lid noteren, alles zonder x in het andere lid. Ook hier, let erop dat we het tegengestelde gaan nemen bij het veranderen van dit. We krijgen dus 9x min 24x is min 72 plus 4. We gaan beide leden weer verder uitwerken, zodanig dat we min 15x gelijk aan min 68 krijgen. Ook hier, de factor die bij x staat, gaan we nog naar het andere lid brengen, zodanig dat we x is min 68 gedeeld door min 15 krijgen. Ook hier het toestandsteken verandert niet. We bekijken nog even of we dit nog verder kunnen uitrekenen of vereenvoudigen. We kunnen in dit geval niet meer vereenvoudigen, maar we kunnen wel de tekens nog gaan eenvoudiger noteren. Twee mintekens is een even aantal, dus de uitkomst wordt positief. En tot slot noteer ik nog een oplossingenverzameling. Vierde en laatste voorbeeld. We merken dat er hier zowel haakjes als breuken staan. Druk weer even op jullie pauzeknop en probeer even zelf. Goed, als je dit zelf bent gaan proberen, de vraag is dan, wat moet je eerst doen? Die haakjes uitrekenen of de breuken gaan wegwerken. Belangrijk is om eerst de haakjes weg te werken. Als je dit niet eerst doet, dan zal je een foute uitkomst krijgen. Er staat een maal tussen de 3 en het haakje, dus we zullen de distributieve eigenschap moeten toepassen. 3 maal min x is min 3x. 3 maal 2 derde. Let op, 3 staat in de teller, dus ik vermenigvuldig 3 enkel met de teller uit die breuk. 3 maal 2 is 6. Eigenlijk staat hier als noemer 1, maar we hoeven dat niet te schrijven. 1 maal 3 is 3, dus ik krijg 6 derde. Het rechterlid zal ik gewoon behouden. Van zodra de haakjes zijn weggewerkt, gaan we weer alle termen gelijknamig maken. Ik zie hier noemer 3, ik zie geen andere noemer buiten die 1 die hier niet geschreven moet worden. We gaan alles op noemer 3 zetten. Om hier van noemer 1 naar noemer 3 te gaan, doe ik maal 3. Min 3x maal 3 wordt min 9x. 6 derde kunnen we behouden. Van noemer 1 naar noemer 3 is maal 3, dus 5x maal 3 is 15x. En 10 derde kunnen we behouden. We mogen de noemer schrappen en houden enkel nog min 9x plus 6 is gelijk aan 15x plus 10 over. Alle termen met x naar het ene lid, alle termen zonder x naar het andere lid. We gaan hierbij wel weer het tegengestelde nemen. Min 9x min 15x rekenen we verder uit, zodanig dat we min 24x krijgen. 10 min 6 is gelijk aan 4. Vervolgens moeten we de factor bij x weer van lid veranderen. We gaan daarvoor het omgekeerde nemen. Dus we krijgen x is 4 gedeeld door
min 24. We bekijken weer of we dit verder kunnen uitwerken en vereenvoudigen. In dit geval kan dit. We kunnen zowel teller als noemer delen door 4. Dus we krijgen x is gelijk aan min 1 zesde. En dan noteren we dit nog in een oplossingenverzameling. Zo, dit waren alle voorbeelden. Als we dit nu in een samengevat stappenplan noteren, dan gaan we eerst haakjes moeten uitrekenen met distributiviteit of tekenregel. Vervolgens breuken. We gaan die gelijknamig maken en de noemers schrappen. Let hierbij op dat we dit bij alle termen doen, ook die termen die niet als een breuk geschreven staan. Derde stap. Alle termen met x in het ene lid plaatsen. Alle termen zonder x in het andere lid. We gaan daarvoor tegengestelde moeten nemen. Elk lid afzonderlijk uitwerken. De factor bij x gaat naar het andere lid. Let erop dat we dan het omgekeerde moeten nemen. Tot slot moeten we alles nog uitwerken en vereenvoudigen en in een oplossingenverzameling noteren.